Martin, dan gaan we over naar het officiële gedeelte, dus de uitreiking van de jaarordes. Ik zou zeggen, neem het woord. Jij weet wat en hoe en wie. Voilà, beste vrienden, de prins Martin. Goedenavond. Dankjewel dat jullie aanwezig zijn op het verbroederingsbal van carnavalsvereniging De Oostendse Luiten en carnavalsvereniging De Babbelute. Ik moet even een oortje uithalen, want niemand heeft zijn apparaat daar nog aan staan. Hè. Goed, we hebben onze jaarordes, oftewel de eremedailles, en die zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Dus ik wil daarmee beginnen met prins Andy van de carnavalsvereniging de Oostendse Luiten uit Oostende. Hijst aan zee, of hijst? Hijst. Geef in ieder geval een applausje of een opklapmuziekje of... Dan ga ik u prinses erbij vragen, Christel, en die wil ik dan eigenlijk ook een tijdje bij me houden hier, zodat ze me even kan assisteren om de mutsen af te nemen. Hè. Dit zijn de eremedailles van Carnavalskar de Haan. Wij bestaan sinds februari pas, dus nog niet zo vreselijk lang, vorig jaar. We zijn op dit moment bezig met de gemeente om een dagstoet te organiseren, omdat een haan is niet carnavalsmijndend, laten we het zo deftig uitdrukken. We hebben de lichtstoeten gehad, maar die werden georganiseerd door een vereniging vanuit Blankenbergen. Die gaan nu niet meer door op de haan, dus wij zijn nu in gesprek met de gemeente, het Schepende Cultuur. Om een dagstoet te organiseren in 2021. Je moet ooit ergens beginnen, denk ik. En wij zijn dat begonnen op de naam. En daarmee ook de eremedailles van onze garde. Die ik je bij deze graag overhandig. Ook voor uw prinses, de eremedaille. Ze zijn op jaartal geslagen, dus ze zijn ook niet in 100 of in 600 geslagen. Dus ze hebben een serieuze betekenis bij ons. Ik heb een hele mooie spunt, een nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie spunt. Goed, de volgende in lijn die we daarvoor op hebben staan is de prins van de Babbeluten. Ja, Christophe, kom. En we weten natuurlijk allemaal dat Christophe zijn prinschap in volle glorie uitdraagt. En dat zal hem ook nog een tijd blijven gaan doen, mag ik hopen. Zeker bij de Babbeluten. Ik denk dat Christophe en de Babbeluten gewoon één zijn. En ja, zo zal het ook altijd zijn, denk ik. Goed, de volgende die ik graag naar voren wil hebben is André Herregods is er niet. En de dames van de prinses, de spekkenvrienden, is inmiddels al weg met de kandidaat Babsje. Ja, dan moet toch iemand anders die camera gaan vastpakken, hè? En degene die dat normaal altijd doet, die staat nu op het podium. Ja, dan hebben we toch een probleem, hè? Weet je wat, Filip? Ik kom naar u toe. Ah. Ah, kijk. Alleen vasthouden, hè? Wat
Daar wil ik toch nog wel even iets aan toevoegen. Hè? Alleen, we zitten allemaal op Facebook en we kunnen elke stoet kunnen we volgen. Elke opkomst kunnen we volgen, elke uittreden kunnen we volgen. En dat is toch een serieus applaus waard, want alleen, het komt wel van deze mensen af, hè? Die dat elke dag maar weer doet. Hè? Door gans België en Eind, geef hem daarvoor het applaus, Philip. Maar laten we eerlijk zijn, zonder de Philip was het alleen. Ja, dan zou de Facebook toch een beetje minder gezellig zijn geweest. Hè? Wat zegt u? De prinses van wie? Van de favorieten. Zeg maar, ik heb hier nog een hele lijst liggen, hè? En buiten dat, alleen voor je moet niet zo roepen naar mij, hè? Hey. Zeg, alleen, want ik heb er thuis alleen zitten die ook al zo geroept, hè? Dus stop dat, hè? Hé, hey, mannen. Dan wil ik heel graag naar voren hebben de voorzitter van carnavalsvereniging De Babbeluten. Die zal waarschijnlijk aan de toog staan. Of achter de toog zitten. Chantal! Dat zal het wel zijn, hè? Zo ongeveer, hè? En de Jurgen heeft een beller. Hij is niet dus. Hij is op baan. Hij komt straks, hè? Dan komt hij zijn frieten afbakken, hè? Dat duurt nog even. Goed, Chantal. Voor jou hebben we een iets andere jaarorde, hè? We hebben de jaarorders in de normale klasse. We hebben de jaarorders in een ereklasse. En die komt toch wel een jaar toe, hè? Ik bedoel, de afgelopen jaren, carnavalsvereniging De Babbeluten, ze staan eigenlijk ook overal, hè? Ik bedoel, of er nou op Heist is, of er nou op Blankenbergen is, of er nou op Middelkerken is, op Lombardzijde, goed. De Babbeluten vind je bijna overal, hè? Dat is heel positief, hè? Want dat is natuurlijk ook carnaval. Tenminste, alleen zo heb ik dat ooit geleerd. Toen ik als jeugdprins opkwam en als stadsprins in Nederland, carnaval vier en leef je samen. En het is respect, het is vriendenverenigingen. En laten we eerlijk zijn, van we moeten het met z'n allen doen, hè. En, ja, en daar is De Babbeluten denk ik een heel goed voorbeeld van. Daarom deze eremedaille aan jou. Doe allemaal je rechterhand de lucht in en we doen een helikopter. Ik heb een heli, 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 helikopter. Ik heb een heli. Dat zijn gevaarlijke dingen, hè? Zeker aan de toog, hè? Dan heb ik nog een eremedaille te vergeven en het werd al geroepen, hè? Maar die was ik serieus niet vergeten, hè? Dus ja, Marina, ik weet dat je een jaartje ouder bent geworden, hè? En dat je dan misschien daarmee... toch of niet? Allee. Ja, want dat gingen we ook nog vieren vanavond, hè? Ah ja, nou goed. Ga maar vast bestellen, hè. Ik drink hem zo op. De jeugdprinses wil ik graag naar voren. Allee. Ze denkt dat ik niet bezig ben met bier. Denk dat ik geen gevoelens heb voor bier. Terwijl ik nu alleen maar denk aan bier. Want bier is heel mijn wereld. Ik laat je thuis, achter het fornuis, ik laat je thuis. Lekker voor de buis, we zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me nu benauwd. Je stem maakt me ziek, maar het is net wel heel vanuit. Ik laat je thuis. Laat eerlijk wezen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat geldt zeker voor carnaval. Wij kunnen wel op ons niveau blijven gaan met z'n allen, maar ooit zal er ook nog een generatie achteraan moeten gaan komen, hè. Want anders gaat dat niet goed komen met dat hele carnavalsgebeuren. Hè? Ik ben ook zeer trots dat er een jeugdprinses aanwezig is. Ik weet dat we morgen een aanstelling hebben op Oostende. Van een jeugdprins. En wetende dat we aankomende zondag, dus niet morgen, hè, maar de week nadien, hè, de 8e, zijn we terug op de Korsendonk Hotels in Blankenbergen voor de mini-prins aanstelling.
Dat betekent dat zijn wel de generaties na ons, hè? En die mensen die moeten het wel weer gaan doordragen. Daarom deze eremedaille aan jou. En die prinses die denkt, ja, hey, ik sta hier wel op het podium, hè, maar ik heb nog geen muts moeten afdoen. Hè. Let op, hè, want ze gaan komen. Hè. De volgende in lijn is keizer, anders verlieden. Als ik het goed uitspreek. Hey, weet je wat mij is overkomen? Ik kom die tent binnen. Terug. En wat denk je? Iedereen staat stil. Het lijkt me dan persoonlijk. Muts mag je afnemen, hè? Dat kan echt niet. Niet normaal. De hele zaal. Complete hal. Stuit de bal. We gaan zo die verder stuiten uit lang. Want, alleen, carnaval maakt niet uit in wat voor rang en standen of waar je ook vandaan komt. Anders verlieden, senioren, alleen, ik weet niet hoeveel soorten prinsen, prinsessen er op dit moment gekroond worden. Elke prins, elke prinses heeft zijn eigen waarde en zijn eigen ding binnen de vereniging en zeker ook naar buiten toe. Daar mogen we zeer trots op zijn. De volgende die nog de afgelopen 9 jaar nooit op het podium is geweest tot vanavond... wil ik graag nogmaals een keer hebben. En dat is Roland. Begint het gewoon te worden, hè, op het podium te komen, hè? Dat heb je al in de gaten. Goed, ik zal weer wat langzamer spreken. Ik moet het mezelf nog steeds aanleren, hè. Dat lukt niet echt. Roland, ik weet dat je nooit zo heel veel spreekt, hè. Je spreekt alleen maar als het nodig is, hè. En dat zouden we eigenlijk meer moeten doen, hè. Ja, wel, ja. Maar ik weet wel dat je een van de steunende krachten bent achter de carnavalsvereniging de Babbelute. Daar ben ik 100% zeker van. Wat zegt u? Ja, maar dat mag ik niet zeggen, hè, Chantal. Ja, maar niet. Ik ga er niet zeggen dat dat ook de naadste is, hè. Hé, hey, dat kan ik toch niet zeggen, hè. Kijk, Ronald. Hoeveel jaren zit je al bij de Babbelute? Heel lang, hè, manneke? 9 jaar. Voilà. Jij bent misschien al een... Oh, allez, iets knaller dan mij. Ik volg hoor, hè. Pas op, hè. Maar je zit er toch altijd, hè. Ja, en dat is belang van de Babbelute. Dat er blijft bij zijn. Mijn leven, ik heb gezegd, mijn leven is altijd voor de Babbelute geweest. Ook al heb ik niet gestopt met Babbelute, maar ik ga nooit de Babbelute niet vergeten. Ik blijf altijd van mijn groep. Ik ga nooit naar een andere groep niet gaan. Want altijd met een mens geweest. Mijn dochter is bij de Babbelute. Mijn stiefdochter, Nathalie, Jens, mijn ex-vrouw, allemaal bij de Babbelute. Dus wat doen we? We gaan voort
En we stoppen er gewoon niet mee. Zolang dat maar even, kan dat wel eens. Tot in de kist, zeggen ze altijd. Nee, dat is wel van ons. Kijk, en hetgene wat hem dan spreekt, dat is dan waarheid, hè? Allee, zou u zijn muts willen afnemen? Jullie komen van een feestje. Snorbolkes en de nummer 11 feest DJ van Reuzel. Het is carnaval, maar dan weet het al, het stuk gaat van de muur. Met paard in de gang en de pek staan en een biertje binnenke schuren. Rokes, laat die handjes zien. Merkes, laat die handjes zien. Loop maar mee, op het thee, zingen we zo aan. Gaan we zingen? Ja? Oké. Nee, ik dacht dat we gingen zingen hier, hè? Goed, dan heb ik nog één hele speciale eremedaille. En die is ook voor een heel speciaal persoon. Ik ken de mens nog niet zo vreselijk lang. Maar ik weet dat carnaval in zijn hart zit. En dat het stroomt door zijn aderen, van zijn bloed. En hij heeft hem zeker en vast verdiend. En ik wil hem heel graag naar voren halen. Keizer Benny. Benny die leeft en ademt carnaval. Zo kun je het eigenlijk wel kort samenvatten. En het is ook niet de veelprater. Gelukkig. Wat voor sommigen... Nou ja. Ik weet van de Benny dat hem... Alleen van als hem nog wat zegt, dan staat hem er ook. Dan doet het hem ook. En of dat nou om pakken naaien is, of knippen is, of wagenbouw is, of... Het maakt niet uit wat het is. Benny, bij deze wil ik je graag onze super eremedaille overhandigen. Ik hoop dat je hem met trots zal dragen. Dat zal wel zijn, dat weet ik. En om een hele lange samenwerking. Dag lieve medebewoners van planeet Aarde, zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de pinguïndans. Dat zijn de eremedailles 2020. Dat betekent dat we elk jaar onze eremedailles zullen gaan uitreiken aan personen binnen carnaval of aan verwanten met carnaval die een betekenis hebben of op dat moment hadden of hebben. Er zijn een paar genomineerden niet afgekomen. Die gaan we ze zeker nog toesturen. En ik wil nog een heel groot applaus voor deze mensen die wel de eremedailles hebben ontvangen. Ik ben natuurlijk ook super trots dat de carnavalsgarde Haan is verbroederd op deze avond. Met carnavalsvereniging De Babbelute uit Blankenbergen. En met de carnavalsvereniging De Oostendse Leuten, oftewel uit Heist. Ja, dat zal toch wel meer Heist wijzen dan Oostende. Ik heb het niet uitgesproken, hè. Maar goed, alleen dat daar gelaten. Morgenmiddag, mocht je niks te doen hebben, mocht je nog niks op je agenda hebben staan. Vanaf 3 uur ben je welkom in Café Aalst. En dat zit op het Marie-Joséplein in Oostende voor de aanstelling van de jeugdprins. De eerste jeugdprins van carnavalsvereniging de Oostendse Leuten. Je mag komen, hè. Deze kleine man wordt morgen jeugdprins. En zo, wat ik zojuist al zei, van alleen de jeugd heeft onze toekomst. En dat is ook zeker en vast zo. Dat is de volgende generatie, denk ik, hè. Wil je wat zeggen tot die mensen? Dat ze morgen moeten komen, bijvoorbeeld. En niet zo lang op hun bed moeten blijven liggen. Oh ja. Nee. Dat is Roland in het klein. Roland heeft ook polyvrees. Die wouden ook nooit op. Goed. Allee. Ik weet dat ook, John. Zo is al het gezegd. Volgende week zitten wij hier weer terug. Op de vrijdag
met het Prinsenbal, op de zondagmiddag met het kindercarnaval, met de aanstelling van de mini-prins, zoals al eerder hebben gezegd. Geef ze nog een heel groot applaus. En voor de mensen die nog niet mijn eigen medaille hebben ontvangen, die zal ik zo meteen zeker een medaille overhandigen. Dankjewel voor jullie komst en maak er nog een beetje ambiance van zo meteen. Knallen, knallen met die vallen, heerlijk in de